Het Nationaal Archief Suriname heeft afgelopen vrijdag in samenwerking met de Stichting Gebouwd Erfgoed een presentatie gehouden over historische torenuurwerken in Suriname. De titel was Kibri Sanju Abi. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Klinkend Erfgoed Suriname. In Suriname zijn er nog 4 historische torenuurwerken, waarvan 3 in Paramaribo en 1 in Para. Rudy van Straten, specialist in klinkende monumenten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Nederland, vroeg zich af waarom een ieder nu gaat voor de digitale uurwerken, terwijl de mechanische uurwerken zo mooi zijn. Die hele precisie, met die schrikkelseconden, zelfs een ultieme deeltje van een seconde waarbij alle klokken in de hele wereld gelijk kunnen gaan lopen. Is dat nog iets van de mens zelf of zijn we niet al gedicteerd door de digitale wereld, door de computer? Denk maar aan de beroemde Year 2000, dat al die computers op hol zouden gaan slaan en de hele systemen in de war zouden raken. We zijn eigenlijk helemaal slaaf geworden van de digitale wereld. En dan is het toch wel prachtig dat we nu vanavond kunnen praten en kijken naar die prachtige mooie mechanische uurwerken die we zelf nog kunnen inrichten, zelf kunnen afstellen, zelf kunnen repareren, zelf op tijd kunnen laten lopen. En wat ik net al zei, ik heb hem ook in mijn zak zitten. Mijn telefoon met de tijd. Maar is het dat waar we voor gaan? Kortom, is het uurwerk zo lang gaan vergaan tot een stil leven, oftewel een dood ding? Of is het misschien toch iets moois van te maken, van het uurwerk, als het weer werkt? En ik kan u vertellen, daar komt Johan straks al op terug, dat er deze week al 1 uurwerk wat heel lang heeft stilgestaan bij de waterleidingmaatschappij in Republiek weer werkt. En de mensen zijn zo blij dat dat uurwerk weer werkt. Ze gaan nog proberen om de slagklok weer aan de gang te krijgen, zodat je daar ook in de wijde omgeving straks het klokje weer kunt horen, de tijd kunt horen. En dat maakt deel uit van het sociale gebeuren rondom zo'n plek. Van Straten vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan het klinkend erfgoed. Daarom is de vereniging Klinkend Erfgoed Suriname opgericht, om mensen enthousiast te maken om op te komen voor de instandhouding van dit erfgoed. Betekent dat deze objecten gerepareerd, hersteld moeten worden, gaande gehouden moeten worden. En daar heb je kennis voor nodig. En daar heb je aandacht voor nodig, moet je mensen enthousiast voor zien te krijgen. Dat geldt niet alleen voor die paar uurwerken, dat geldt ook voor die orgels, geldt voor het carillon, geldt voor de luidklokken. Aandacht, kennis opbouwen, zorgen dat mensen dat zelf weer willen gaan doen en dat ze de schoonheid daarvan zien. Maar ja, hoe kom je aan die kennis? En daarvoor komt Johan zo meteen daarop terug. Heel belangrijk daarbij is, en dit zijn eigenlijk de hoofditems voor het hele erfgoedgebied, of het nou over gebouwen gaat of over klinkend erfgoed, we werken samen aan instandhouding, het samenwerken, het samen proberen iets te doen. Steeds meer clubs gaan er ontstaan van mensen die proberen iets van het verleden te redden en te zorgen dat het weer substantieel onderdeel van onze wereld gaat uitmaken. Rudy van Straten was dat, specialist klinkende monumenten afgelopen vrijdag bij de presentatie over het uurwerkend project Suriname.